vond het heel interessant om het Seniorenweb Leercentrum te bezoeken hier in Eindhoven. Het was voor mij echt een ontdekking om hier vanmiddag te zijn. Het is zo makkelijk om hier naar binnen te lopen. Mensen zijn zo vriendelijk en toegankelijk en ontzettend aardig. Ik heb een vriendin, die is hier vrijwilligster. Dus nu heb ik gezien waar zij vertoeft en wat voor werk zij, wat voor een ontzettend leuk en belangrijk werk zij doet. Ik had aangegeven dat ik alle liedjes die ik dus opneem op de iPhone, ja, dat ik die wil opslaan op de computer, zodat, ja, ik ze niet kwijtraak. Waar ik dan mee werk is meestal met Dropbox. Die kun je op je iPhone installeren, op je tablet installeren. Echt waar? En op je computer installeren. Ik had vragen die te maken hadden met mijn werk. En zij heeft het me zo goed uitgelegd dat ik echt er zin in gekregen heb om dat een beetje uit te gaan diepen. Ik heb met name veel baat, denk ik, bij de tip om hieronder een bepaald icoontje te gebruiken waarbij je meerdere schermen naast elkaar op het beeldscherm kunt zien van de pc. Mijn tip is om een leuke foto via een Word-programma te kunnen plakken en dat af te drukken of toe te sturen. Bij SeniorWeb word je toch met respect behandeld. En dat vind ik, ja, dat zit er gewoon in. SeniorWeb is een hele goede instantie om hulp bij te vragen. Ja. Daar heb je wat dat betreft echt een ondersteuning aan. Als je twijfels hebt of je wil iets leren, doe het gewoon. Ga er gewoon naartoe. En je leert heel veel bij en het is gezellig ook nog.